Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Als u goed kijkt op de satellietfoto, ziet u vaag grijs boven Noord-Nederland en een dikkere pluk bewolking boven de Noordzee. Die wolkenvelden die houden vanochtend nog even de zon tegen, maar geleidelijk gaat op steeds meer plaatsen de zon volop schijnen. Meeste zon in het zuiden en zuidoosten. Temperaturen vanochtend 16 tot 18 graden en vanmiddag wordt het dan echt warm, 22 tot 25 graden, maar liefst in Zeeland misschien zelfs 26 graden. Een heerlijke dag, want er staat weinig wind, dus een echte zomerdag. Vanavond begint vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe te nemen en na 10 uur kan er misschien een eerste bui in Zeeland vallen. In de nachtelijke uren gaan er dan meer buien vallen en ook morgen overdag hebben we te maken met buien. Dat kunnen pittige buien zijn. Er is een kleine kans op onweer. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de buigheid af en de zon schijnt ook geregeld. Het wordt 20 tot 23 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijven we last houden van buien. Opnieuw is er een kleine kans op onweer en elke dag laat ook de zon zich zien. Verder laat de temperatuur weinig variatie zien, want die ligt tussen 20 en 23 graden. Ik ben Michiel Zeverin van Weerplaza.nl.